Eloise van Oranje, de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien... beweert dat ze erg begaan is met het milieu. Maar in 2023 vloog ze de hele wereld over voor haar werk als influencer. Hoe geloofwaardig is dat? Gerard Aalders, historicus en expert op het gebied van het Koningshuis... ziet een patroon in Story. Eloise is niet de enige die zo doet, zegt hij. Ze volgen allemaal de mode van het moment. Ze zeggen dat ze het milieu belangrijk vinden... Dat ze zich schamen voor het vliegen, dat ze voor diversiteit zijn, enzovoorts. Ze durven niet af te wijken van de massa, vindt hij. Het milieu is nu eenmaal hip. Dat geldt ook voor Willem-Alexander. Hij doet alsof hij er verstand van heeft, maar dat betwijfel ik. Ook over Eloise's gezeur dat ze het zwaar heeft met haar bekendheid is in niet te spreken. Ik las dat Eloise graag stage wil lopen in Amerika omdat ze daar onbekend is, zegt Gerard. Maar wees eerlijk, Eloise wil helemaal niet onbekend zijn.